Bijna elke woning in de Rustenburgerlaan heeft een actieposter achter het raam. Na ruim een jaar met nieuwe hoge en lange bussen op de route van en naar Amsterdam zijn de bewoners het zat. Hoewel ik niet tegen openbaar vervoer ben, ik ben er zelf ook een gebruiker. Maar ik vind het in deze straat echt te veel worden. Ja. Dus alles wat er beter kan, verminderen, kleinere busjes, elektrisch rijden, graag. Ik heb ook al een paar hele boze mails geschreven naar Connection. Ik was het zo verschrikkelijk zat. Het is echt af en toe lig je te trillen op bed. En het is gewoon echt heel vervelend. Het lijkt niks, maar het is echt heel vervelend. En er hangen hier nu 200 in de Rustenburgerlaan. En we gaan deze posteractie voortzetten in de Tempelierstraat. En vervolgens in andere straten in de binnensteed, in de binnenstad waar de overlast groot is. De gemeente gaat binnenkort in gesprek met het actiecomité en Connection. Dan moet volgens de actievoerders duidelijk zijn hoeveel Haarlemmers last hebben van de dubbeldekkers. We hebben zelfs een decibelmeter erop gezet. Het is gewoon echt twee keer zo hard met de normale bus. Dit is het nog normaal? Dit is een normale bus. Ik hoef niet eens om te kijken. Dit is een dubbeldekker volgens mij. Klopt dat? Ja. Dus die is veel zwaarder. En dat, dan sta je echt helemaal te trillen. Even in vergelijking met vroeger. Dan kon ik rustig uitslapen tot wanneer ik op moest staan. En tegenwoordig word ik 5 uur wakker vanwege het geluid. Nou, ik begrijp zelf niet dat je anno 2019 niet overgaat op elektrische auto's of elektrische bussen. Of dat je een overstappunt doet buiten de stad. Dus dat je gewoon in de stad veel minder overlast hebt, überhaupt van bussen. We hebben nu nog heel keurig kleine gebodsborden opgehangen, ook op lantaarnpalen. Maar op een gegeven moment sluiten we een keer een straat af om toch echt te laten zien dat deze toestand onhoudbaar aan het worden is.